Welkom bij HVTV. Kijk naar HVTV. Tom Schilder, rentree vandaag hè? Ja, ja, hopelijk wel. Hoe is het met je been eigenlijk precies? Goed. Welk is dit? Links. Oh, links. Zit ik daar goed? Even kijken. Schud er even mee. Oh, die. Ja. Natuurlijk. Nou, dat gaat wel goed komen denk ik. Ja, of niet? Als het goed is wel. Ja. Heb je nog goed getraind deze week? Ja, lekker. Ja? Gisteren zag ik je nog even vlammen. Gisteren ging goed. Ja, nou, mooi. En donderdag eerst training weer gehad. Ja. Wat was er nou precies los zonder de mensen een beetje op een dwaalspoor te brengen, medisch gezien, maar gewoon even in het Nederlands? Een scheurtje in scheenbeen, zeg maar. En dat is je voorste bot van de twee in onderbeen, hè? Ja. Oké. Okay. Het zit er goed, als het goed is. Ja, het zag er net goed uit. Ik denk dat de mensen dat ook hebben kunnen zien, inderdaad. Ja. Dus het vertrouwde nummer 8 zien we zometeen weer. Hij zit er weer bij. Nou, top. Hij zit er weer bij. En Nans, ken je die? Heb je wel tegen ze gespeeld? Nee. Nee? Ze zien daar, ik zie ze daar een beetje staan zo in het doekje. Maar dat... Dat valt best mee volgens mij, hè, Tom? Ja. Snel spelletje spelen, dan komt het wel goed. Ja? Hopelijk. En dat ben jij goed in natuurlijk, hè? Dat ben je wel goed in, ja. Ja, mooi. Mooi. Dus we doen ons best. Hey, moest je op je tanden bijten, die wedstrijden, dat Fink en Kes die positie van jou innamen? Nou, dat hoort erbij, hè. Jawel, hè. Het kan ook wel eens niet goed gaan. Dus. Ja, natuurlijk wel. Maar die jongens deden het goed, dus... Nou, gelukkig. Nou, top. Hey, veel succes. Ja. Kijk, hopelijk dat we nog een mooi doelpuntje van je vinden. En je weet het, hè? Als die achterwaarts in een kruising gaat, dan is dit appeltaart. Appeltaart of appelflap, als het minst met appels is. Ja, dat doe mijn best. We gaan hem proberen op de camera te krijgen. Komt goed. Doe je best, vriend.